بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد de preek van vandaag is eigenlijk een vervolg van de preek van vorige week. Het gaat over de rol van de vrouwen in de immigratie. En het gaat vandaag om een totaal andere immigratie. De immigratie die plaatsvond naar Abyssinia, de Habasha. En het gaat om een van de moeders der gelovigen. Die bekend staat met haar kunia dan met haar naam. Namelijk Om Habiba. Om Habiba is een naam die totaal onbekend is voor heel veel moslims. En we moeten ons afvragen als moslims, hoe komt dat? Dat we deze namen, dat we deze personen, dat we deze voortreffelijke namen en voortreffelijke personen binnen de geschiedenis van de islam niet kennen. Om Habiba is een van de moeders der gelovigen. Is een van de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is. En zij is een vrouw die bekend staat met haar kunya dan met haar naam. En haar echte naam is Ramla. En zij was de dochter van Abu Sufyan. Zij was een van de eerste vrouwen in de geschiedenis van de islam die zich hebben bekeerd tot het geloof, tot de islam. En kijk naar de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze voortreffelijke vrouw is opgegroeid in het huis van een van de meest vijandige mensen tegenover de islam en tegenover onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. Zij is de dochter van Abu Sufyan, die zo vijandig was tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam in het begin van de islam. En kijk naar de gunst van Allah dat hij uit zo'n huis van ongeloof, van shirk, van polytheïsme, iemand heeft eruit gehaald in het begin van de islam die getuigt dat Allah één is en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Deze vrouw heeft een verhaal. Een verhaal waar we allemaal stil bij moeten staan. Als het gaat om hoe ga je om met de beproevingen en hoe sta je tegenover de tegenslagen die je meemaakt in het wereldse leven. Zij was een van de mensen die de eerste immigratie naar Al-Habasha hebben meegemaakt. Nadat de eerste moslims in Mekka werden vernederd, gemarteld door de polytheïsten. Zij dus met een klein groep ging immigreren naar Al-Habasha. En zij was getrouwd met een man genaamd Abdullah ibn Jahsh. Die ook moslim was. Zij gingen verhuizen naar Abyssinia, Al-Habasha. Tegenwoordig is het Ethiopië. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen de eerste moslims: ga naar Ethiopië, ga naar Al-Habasha. Daar is een koning die rechtvaardig is. Hij was geen moslim toen, maar hij stond bekend met zijn rechtvaardigheid. En dat de mensen bij hem niet met onrecht worden behandeld. Zij waren gegaan, en het verhaal is bekend in de sira van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En er waren mensen die dat wilden belemmeren en die wilden het eigenlijk niet. Ze wilden niet dat de moslims daar naartoe gaan, maar ze hebben ook van alles geprobeerd om dat te belemmeren door te gaan praten met de Najashi om te zeggen dat deze mensen zijn mensen die jouw land komen verstoren enzovoort. Na een lange dialoog tussen Ja'far ibn Abi Talib die ging dus het woord nemen namens de moslims die daar naartoe gingen, heeft de Najashi opdracht gegeven dat deze moslims in veiligheid kunnen verblijven in zijn land. En de beproeving die Om Habiba heeft meegemaakt is dat in de tijd dat ze daar was, dat haar man verslaafd raakte aan het drinken van alcohol. En uiteindelijk heeft hij het geloof verlaten. Hij ging zich bekeren zoals het staat in de overleveringen tot het christendom daar. En wat het heel moeilijk voor haar had gemaakt is dat zij in de keus wordt gesteld om keuzes te maken. Eerst keus is dat zij
bekeert, dat ze gaat bekeren tot het christendom. Tweede keuze is als ze dat niet wilt, dat ze dan gescheiden zal worden van haar man. En daar zit ook een andere keuze bij, die niet genoemd is, is namelijk als ze dan gaat scheiden, gaat ze dan alleen blijven daar, als vrouw zijnde, of gaat ze terug naar Mekka en dan gaat ze terug naar het huis van haar vader die vijandig was tegenover de islam en de moslims en de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dan is het wel belangrijk om hierbij stil te staan. Een vrouw, wiens man bekeerd is tot een ander geloof, die zich bevindt in een ander land waar ze zich vreemd voelt. En ze houdt zich aan haar geloof, maar ze wordt op de proef gesteld. Wat gaat ze doen? Teruggaan naar haar vader, naar haar familie, die tegen de islam en de moslims waren, scheiden van haar man en alleen daar blijven, vasthouden het geloof. Hoe moet ze daar tegenover staan? Zij, radiyallahu anha, koos voor de beste keuze en zij heeft gekozen voor haar geloof, voor het vasthouden aan haar geloof. En hier zit een belangrijke leer in voor ieder moslim, maar ook ieder moslima. Ieder persoon wordt beproefd. En bij de beproeving is het heel belangrijk voor ons allemaal om te kijken, hoe hoor ik vanuit mijn geloof hiermee om te gaan? Wie stel ik tevreden met de keuze die ik zal maken? En het is heel belangrijk dat jij de tevredenheid van Allah voorop stelt wanneer jij op de proef wordt gesteld. En dat is wat onze moeder der gelovigen, Ramla, de dochter van Abu Sufyan, heeft gedaan. Namelijk dat ze koos voor het geloof. En dat is een keuze waar ze nooit spijt van zal krijgen. En een keuze waarvoor ze beloond zal worden in het wereldse en in het hiernamaals. Niet lang daarna wordt ze verrast met een verzoek. Een verzoek en een aanzoek die kwam van Mekka. En die ging via de koning en Najashi. Een aanzoek van wie? Van de boodschapper van Allah, of ze met hem mag wil trouwen. Hij heeft het gehoord, het verhaal van haar vanuit Mekka. En hij ging een brief sturen naar Najashi of hij namens hem haar kan vragen om het huwelijk. En daar is het niet bij gebleven. Want dat heeft ook Najashi op een feestelijke manier gedaan. Door alles ervoor te zorgen voor wat er daarmee gepaard gaat. Namelijk een bruidschat. Namelijk hetgene wat er wordt geschonken aan de vrouw wanneer ze gaat trouwen. En hij heeft haar 400 dinar en goud munten gegeven als bruidschat. Plus alles wat daar omheen was. En natuurlijk is dat een van de beloningen die iemand krijgt die de tevredenheid van Allah voorop heeft gesteld. En de beloning die bij Allah is, is nog groter. En dat is dus de eerste lering wat we uit het verhaal trekken. Het verhaal van Ramla, de dochter van Abu Sufyan, Habiba, onze moeder der gelovigen, is nog niet af. En de imam heeft beloofd dat hij daar een vervolg aan zal geven. En ik denk dat wij in zo'n eerste gedeelte heel veel leringen kunnen trekken. Dat iemand zo bereid was om zo'n immigratie te doen. Van Mekka naar Al-Habasha. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zo iemand, net als Ramla, de dochter van Abu Sufyan radiyallahu anhu, dat ze zo'n beproeving krijgt. Dat haar man bekeert tot een ander geloof. En dat ze de keuze krijgt of te scheiden of te bekeren. En dan nog een andere keuze bij. Wat gaat ze doen? Blijven of teruggaan naar ongeloof en polytheïsme in Mekka. En dat ze koos voor haar geloof. Hier zit een grote lering voor ons allemaal. Moog Allah ons allen standvastigheid geven in ons geloof. En leiden naar het juiste pad. Innahu waliyu dhalika kullihi wal qadiru alayhi. Walhamdulillahi rabbil alamin.